Dames en heren, een hele goede middag. Wees welkom bij de tweede voorronde van Talentenjacht Gestel. Hier langs me staat Jeannette Heijns van Woonbedrijf. Jeannette, goedemiddag. Wat is het toch weer gezellig druk hier in het wijkcentrum, het slot, hier op het Kastelenplein. Allemaal mensen die komen kijken naar het talent. En wat ik me nou zo afvraag, waarom doet Woonbedrijf dit nou? Woonbedrijf staat voor wijken. Dat wil zeggen, wij organiseren deze talentenjacht nu omdat jongeren een kans of een podium willen geven in de wijk. Volgend jaar ouderen, ook voetbalclubs, ook kunst. Wij willen samen met een aantal partners Gestel mooier maken. Daar is Woonbedrijf ook van. Welkom vanmiddag. Dankjewel. Applaus voor Jeannette. We gaan naar de eerste optreden van een instrumentale artiest. Mag ik een groot applaus voor Dennis? Dat deed je hartstikke goed. Ik kom even bij je achter het keyboard zitten, als jij dat goed vindt. En dan gaan we eens even kijken naar onze jury. En daar zie ik dat Yvette de microfoon heeft. Yvette, wat vonden we hiervan? Nou, ik ben heel erg gecharmeerd van onze kleine Dennis. Ik vind het heel knap dat je dat na een paar weken doet. En ik vroeg me ook af, waarom heb je opgegeven voor de talentenjacht? Waarom wilde je zo graag meedoen? Had ik gewoon zin in. Ja. Had je gewoon zin in? Ja. Tijd voor ons volgende optreden. En ons volgende optreden wordt gedaan door een heel leuk meisje die heel erg enthousiast is en er ontzettend veel zin in heeft. Mag ik een applaus voor Naomi? Perfect. Ik weet niet, ben je goed in Engels op school? Ja, want ik had meestal 10 of 9 halen. Nou, kijk, dat komt er echt met vlag en wimpel bovenuit. En verder vind ik ook, dat is ook niet onbelangrijk, jouw microfoonhouding. Die hou je goed dichtbij. Absoluut belangrijk, want soms dan heb je wel eens dat het een beetje rondpiept en zo. En ook toonvast. Het is echt hartstikke goed. En wat ik nog een klein beetje mee wil geven, kijk ook het publiek even goed aan, want dan kun je even een mooie spanningsboog maken. Goed zo. Ja. Dat zijn wel goede tips. En mag ik even een applaus voor onze Naomi en de jury natuurlijk. Ben je er wel klaar voor? Heb je er wel zin in? Ja hoor. Ja? Ja. Nou, dan ga ik gewoon nu een heel groot applaus vragen. En dan gaan wij kijken, dames en heren, naar onze volgende optreden hier bij Talentenjacht Gestel. Mag ik een applaus voor Jamie?
Jij krijgt natuurlijk vaker complimentjes, denk ik, over jouw talent. En heb je nou ook zangles? Ja, ik heb zangles. Ja, dat kun je wel horen, hoor. Ja, het was gewoon van alle kanten af. Gewoon, we hebben genoten. Het was zuiver. Je bent ook een heel mooi meisje. Dank je wel. Dus je hebt eigenlijk alles mee. Ik ben heel benieuwd naar andere nummers, zeg maar. Daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. En een moeilijk nummer met uithalen of Beyoncé dingen en zo. Maar volgende ronde? Kortom, wel, dat smaakt naar meer. Dat we willen eigenlijk volgens mij wel meer van Jamie zien. Toch, dames en heren? Ja. Kijkt naar Talentenjacht Kestel. We zijn vandaag bij wijkcentrum Het Slot op Kastelenplein. Het is zondagmiddag en morgenavond wordt alles uitgezonden. Dus nu zit u thuis te kijken op maandag. En wat u ziet zijn allemaal talenten hier op het podium van Woonbedrijf Eindhoven die dit mogelijk maakt. Talentenjacht Kestel op zoek naar het talent. En van de deelnemers die vandaag meedoen gaan er in totaal 6 door naar de volgende ronde. En we krijgen op, en dan moet ik even spieken, 22 mei krijgen wij de eerste halve finale en de grote finale vindt plaats op 18 juni in Dynamo in het centrum van Eindhoven. We gaan snel door, we gaan naar ons volgende optreden en dat wordt er eentje om kippenvel van te krijgen. Ik weet welk liedje ze gaat zingen en we gaan het er zelf even vragen. Mag ik een groot applaus voor Rabia? Dat het refrein wat te hoog gegrepen was. Want je kwam er niet bij, hè? Dus je hoorde je het zelf ook? Ja? Ja, nou, dat is al heel wat als je dat zelf hoort. Dat is heel goed. En dat komt helemaal goed. Gezien jouw leeftijd. Je hebt gewoon wat begeleiding nodig. Je moet wat ervaring krijgen. Maar ik hoorde ook al dat je hele mooie riedeltjes maakt. Dus je hebt talent. Het komt er vast wel uit. Geef het wat tijd. Dankjewel. Ja. Hartstikke goed. Dames en heren, hier is onze eigen Yvette met een prachtig mooi nummer. En het heet I Wanna Make Love To You. Dames en heren, applaus, Yvette! I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. Ongelooflijk, wat een stem, hè? Hoe is het nou om hier zelf te staan, Yvette? Want ja, normaal gesproken zit je nou achter de jury. Nou sta je zelf op het podium. Hoe is het nou om lekker weer even te kunnen zingen? Dat is lekker, maar ook wel spannend, moet ik zeggen, hoor. Natuurlijk alle talentjes voor je neus en dan die kijkers, want dan kan zij het wel. Maar heb je ook zoiets als je daar achter de jurytafel zit en je kijkt hier naar het podium, dat je jezelf ziet staan zoveel jaar terug toen jij begon met zingen? Jee! Nee, toch niet echt. Nee. Ik ben wat later begonnen met zingen. Ik was voornamelijk... toen ik hun leeftijd had, was ik aan dansen. Dansen. En het zingen is pas later gekomen. Ja. Nou, ik heb er in ieder geval kippenvel van. En ook Skanky zit helemaal sprakeloos voor zich uit te staren. Die is helemaal in love, geloof ik. Helemaal goed. Dames en heren, mag een groot applaus voor Yvette! Hoe lang zing je eigenlijk al? Ja, wel voordat ik de folder kreeg van Talentenjacht Kestel. Ja. En ben je speciaal voor Talentenjacht Kestel echt gaan oefenen? Ja, zoiets. Ja. En waar heb je dan geoefend dan? In mijn kamer, gewoon thuis. En vonden de buren dat ook een beetje leuk dat je aan het oefenen was?
Die hoorde me niet. Nee? Oh, dus je deed niet zo heel... Je deed zachtjes rustig oefenen. Ja. Nou, we gaan eens kijken wat het oefenen heeft gebracht. Dames en heren, maak een groot applaus. Hier is Mouska! Het was heel mooi, sowieso. Was je zenuwachtig? Heel zenuwachtig. Ja? Ah, het straalde er niet heel erg af. Behalve in de ene stuk wanneer je niet aan het zingen was. Gewoon heel even eigenlijk stond te wachten totdat je weer kon zingen. Yeah. Op dat moment hadden we wel even door dat je zenuwachtig was. Maar verder deed je het wel echt heel zelfverzekerd. En je hebt ook gewoon sowieso een hele mooie stem. Dat mag ik wel echt zeggen. Nou, je hebt net een paar keer uitgehaald, noemen we dat. En dat klonk ook echt heel erg goed. Maar qua ritme en qua tonen raad ik je toch nog wel zangles aan. Is goed. Maar als jij zangles krijgt met zo'n stem, ja, dan komt het er gewoon. Hey Jamaica. Hoe gaat ie? Heb je er zin in? Ja, zeker. Oké, wat voor liedje ga je voor ons doen? Ik ga Mijn Baby doen, van mezelf zelf geschreven. En dat was het, ga ik hier doen. Een eigen nummer geschreven? Ja. Hoe heb je dat gedaan? Ja, gewoon met tekst, gewoon pen en papier schrijven. Pen en papier, maar luister even, My Baby, dan moet je even iets vertellen. Hè? Voor wie heb je dat geschreven? Voor mijn ex, toen ik nog iets met haar had. Dat ging even niet zo goed en zo, maar ja. Ik hoorde bij het tafeltje al van... Kijk, precies. Oké, okay. We gaan gewoon kijken. Ik geef jou deze microfoon. Speciaal dat ene liedje wat jij geschreven hebt voor je ex toen je nog iets met haar had. Nou, dames en heren, hier is Jamaica! Mijn baby was voor alles, als ik kwam ze ook. Dames zeggen hey als ik ze stil voorbij loop. BB in mijn hand, zoals mijn ping heeft verstaan. Dat als jij praat, ik kijk, dus alles aan de kant. Mijn baby was voor alles, als ik kwam ze ook. Dames zeggen hey als ik ze stil voorbij loop. BB in mijn hand, zoals mijn ping heeft verstaan. Hij wil alles doen alleen, dit niet stoppen als een rem, ik zit klem. Je hebt me betrapt, ik wil je niet kwijt. Jij was alles wat ik had, baby, ik heb zoveel spijt. Ja, zeker als ze morgen zitten kijken, dan kan je denk ik wel een telefoontje verwachten dat het weer aan is. Ja. Dat sowieso. Ik vond je flow vond ik echt oké. Ik vond het wel jammer dat je weinig energie aan de mensen gaf, weinig contact. Je stond er een beetje zo als een presentator zo, zeg maar, erbij. Maar verder, ik vond het echt heel goed. Je hebt een goede flow, goede stem, het was duidelijk. Het klopt gewoon. Goed. Oké, nou dankjewel. Dit is nou precies waar het podium voor bedoeld is. Talent uit de wijk Gestel, mede mogelijk gemaakt door Woonbedrijf en uiteraard Stichting Welzijn Eindhoven en Stichting Demo for You. Heel veel artiesten, prachtige gezelligheid hier in Wijkcentrum en Slot. En we gaan heel snel door naar de volgende artiest. Niet voordat ik heb gezegd dat er nu al kaarten te kopen zijn voor de grote finale op 18 juni. En als je daarbij wil zijn, dan kun je kijken op de site van Talentenjacht Gestel. En uiteraard op zondagmiddag zijn de kaarten hier te koop bij Jeanette Heijns. De volgende artieste is een zangeres. En ik heb het idee dat die wel eens heel goed kan zijn. We gaan het zelf meemaken met z'n allen. Maak een groot applaus voor Dionne. I was meant to tread the water. Now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Oh.
eens even kijken naar onze jury. En ik zie dat Emmy de microfoon heeft. Emmy. Ja, Dion, ik heb jou natuurlijk al veel vaker horen zingen. Dus ik werd meteen blij toen ik jou op het podium zag komen. Want het was gewoon supergoed, vond ik. Het nummer past heel goed bij je stem ook. En ja, je maakt contact met het publiek. En ja, ik kan er eigenlijk niks verkeerds over zeggen. Ik vond het hartstikke goed. Ja. Oké. Okay. En dan ga ik eens even vragen, hoe heet jij? Eileen. En welk liedje gaan jullie zingen, Eileen? Justin Bieber, Never Say Never. Kijk. En jullie, hetzelfde liedje zou wel fijn zijn, hè? Anders klinkt het natuurlijk helemaal nergens aan. Hebben jullie veel geoefend? Ja. Ja? Ja. En waar hebben jullie geoefend dan? Ja, thuis en op school ook nog. En vonden ze het thuis ook een beetje gezellig dat jullie zo aan het zingen waren met z'n drietjes? Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat is hartstikke leuk. Heb jij er ook een beetje zin in? Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Als ik nou eens een groot applaus vraag, gaan we dan, ja? Gaan we er dan tegenaan? Dames en heren, mag ik applaus voor The Girls from Gestel! Zitten alle drie op de Karel de Grote school. Ja. En ik heb gehoord en gezien dat er een aantal meesters en leraressen hier volgens mij zijn om jullie aan te moedigen. Klopt dat? Ja. Dat is wel leuk, hè? De hele school die leeft mee. Daar staan ze even zwaaien allemaal. Heel erg leuk. Ja, en de hele school leeft mee. Jullie hebben natuurlijk heel veel reclame gemaakt. Dat begrijp ik wel. En dat moet je ook doen vertellen op school. Want ja, het komt natuurlijk nu op televisie op Studio 040. Ja, en dan ga je heel beroemd worden, hoor. Ja, dan gaat heel Eindhoven je kennen. We gaan eens even kijken naar onze jury. En ik zie dat Bob de microfoon heeft. Bob. Zo, dames. Wat een power. Dat kwam er echt helemaal uit. Echt geweldig. Echt helemaal top. En het dansje, lekker synchroon. Ik zou zeggen, dit zijn de Spice Girls anno 2011. Kijk, maar dan uit Gestel. Je kijkt naar de tweede voorronde van Talentenjacht Gestel. En dit zijn alle kandidaten die vandaag hier op het podium van Woonbedrijf gestaan hebben. In wijkcentrum Het Slot op het Kastelenplein. Het was een hele spannende middag. We hebben heel veel toppertjes gezien. En talenten in de dop, zeg maar, uit Gestel. En we gaan eens even kijken naar onze jury. Die hebben een hele zware taak volgens mij gehad zojuist. Ja, zeg het wel. Overlegd en kritisch besloten. En ik zie dat Bob de microfoon heeft. Bob. Dat klopt. Wij gaan bekendmaken samen met de jury wie van de deelnemers door mag naar de halve finale op 22 mei. Ik stel voor dat jullie de namen gaan noemen van de mensen die doorgaan. Zullen we dat zo doen? Dat is prima. Oké, okay, Bob. Nou, de volgende die doorgaat, die heeft een sowieso goede stem, goed toonvast, maar hier en daar kleine uitglijers, maar daar kan aan gewerkt worden. En met name het Engels was erg goed. Naomi! Yeah. Naomi! De volgende die door mag, die had een heel moeilijk nummer, maar ze deed het heel erg goed. Ze had een hele mooie stem, goede uitstraling en het ritme klopte. Tot de volgende keer, Jamie. Jamie! Door naar de halve finale. Super! Hartstikke goed! Voor deze kandidaat is het belangrijk dat er in de volgende ronde een nummer wordt uitgekozen wat iets lager is qua toon. Rabia, je bent door! Rabia mag door! Super gefeliciteerd. Emmy. Ja, de volgende kandidaat. De enige in die stijl ook. Met een hele lekkere flow. Mike, jij bent ook door. Mike! Yvette. Dit was gewoon van voor tot achter helemaal af. Dionne, je bent door. Dion, ga door. En Skanky. En volgens mij de laatste.
ze hadden een goed samenspel. Ze hadden er echt plezier in. En ze hadden echt een hele leuke danspas. De meiden van Gestel. De meiden van Gestel! Gaan door. Hartstikke goed, hè? Dan gaan we er even Jeanette Heijns bij vragen op het podium. Want ja, vandaag was het natuurlijk mogelijk gemaakt door woonbedrijven. En Jeanette, ik zou het leuk vinden als je even bij ons komt staan. Tussen al deze toppertjes hier uit Gestel. We hebben een geweldig leuke middag gehad. Mede mogelijk gemaakt door Welzijn Eindhoven, Stichting Demo for You en uiteraard Woonbedrijf. En van Woonbedrijf is Jeanette. Jeanette, hoe kijk je terug op vanmiddag? Wat vond je ervan? Ik ben ongelooflijk trots dat deze kanjers hier op het podium staan. Een groot deel is uit Gestel. Woonbedrijf zit in Gestel, verhuurt in Gestel en wil talenten uit Gestel stimuleren om een podium te komen. Of het nou voetbal is, kunst of zang. We willen het stimuleren en enthousiasmeren. Hartstikke goed, mooie woorden. Nou, hartstikke goed, Jeanette. Volgens mij is dat vandaag wel gelukt bij deze tweede voorronde voor de talentenjacht Gestel. Met de grote finale op 18 juni in Dynamo in het centrum vlakbij de Heuvelgalerie van Eindhoven. We gaan er voor vandaag uit. Komende zondag zijn er weer de opnames bij het wijkcentrum. En we zouden het leuk vinden als je dan komt kijken en om al deze talenten aan te moedigen. Deze uitzending wordt herhaald na het nieuws en uiteraard de hele avond nog. Dus blijf vooral gezellig kijken. En als je komende zondag niks te doen hebt, kom gezellig naar het wijkcentrum hier op het Kastelenplein en kom gezellig met ons meedoen. Wat ons betreft, tot volgende week. Zwaai even mee naar de kijkers thuis. Tot ziens allemaal. Dag!